De Big Green Egg, misschien wel de meest iconische barbecue, maar welke moet je hebben en wat kun je ermee? Ik leg het je uit in deze video. Hoi, ik ben Thomas van Barbecue Experience Center en vandaag leg ik je alles uit over het merk Big Green Egg, de accessoires, de modellen, wat ze kunnen en wat de mogelijkheden zijn met de Big Green Egg. Voordat we dieper ingaan op het merk en de verschillende modellen, gaan we eerst eens kijken wat is nou precies die Kamado. De voorvader van de huidige Kamado werd zo'n 3000 jaar geleden uitgevonden in China en al snel werd dit principe van kleioven meegenomen naar Japan. De Japanners noemden het daar een Kamado, wat letterlijk vertaald een vuurplaats betekent. De Kamado zoals we deze hedendaags kennen is een keramische barbecue gemaakt van superhard gebakken keramiek. Een luchtinlaat en een schoorsteen waardoor de temperatuur tot op de graad nauwkeurig te regelen is. Het keramiek waar de Kamado tegenwoordig van gemaakt is, houdt zijn temperatuur supergoed vast. Daardoor kun je zowel op hoge als op lage temperaturen super lekker barbecuen. Dat maakt het mogelijk om in weer en wind 365 dagen per jaar te kunnen barbecuen. Doordat de temperatuur tot op de graad nauwkeurig te regelen is, is de Kamado zowel een oven als een fornuis in één. Je kan erop bakken, stoven, grillen en roken. Technieken zijn eindeloos. Als ik aan mensen vertel dat ik een Kamado heb, wordt al snel gevraagd of het een Big Green Egg is. Big Green Egg is nu eenmaal het bekendste en eerste merk Kamado wat op de markt kwam. Net na de Tweede Wereldoorlog namen Amerikanen die in Japan gestationeerd waren de eerste Kamado mee terug naar Amerika. En al snel werd deze omgedoopt tot Big Green Egg. Want in 1974 opende Big Green Egg haar deuren. Het bedrijf van Ed Fisher besloot om Japanse en Chinese Kamado's te importeren, maar besloot al snel om het ontwerp te perfectioneren. De huidige Big Green Egg zoals we die tegenwoordig kennen worden vervaardigd van hoogwaardige keramiek. Dit keramiek is gemaakt in samenwerking met NASA en al snel werden de eeuwenoude kleiovens geperfectioneerd tot hoogwaardige kooktoestellen. Inmiddels zijn er naast Big Green Egg tal van andere merken op de markt, zoals Kamado Joe, Monolith en The Bastard. Wil je meer weten over deze modellen? Check dan ons YouTube kanaal. De Big Green Egg komt zoals je ziet in verschillende maten van enorme grootte waar je ongeveer een heel varken op kan garen, tot hele kleintjes voor op het balkon. De Big Green Egg Mini, het kleinste modelletje in de familie. Ideaal om mee te nemen naar het strand of op vakantie. Hij weegt namelijk maar 17 kilo. Hij heeft een roostergrootte van 25 centimeter doorsnede, daardoor ideaal om met kleine gezelschappen heerlijk te kunnen koken. Gaan we een stapje omhoog, dan komen we bij de Minimax en de Small. Deze hebben beide een rooster van 33 centimeter doorsnee. De Minimax is ideaal als tafelmodel of als tweede barbecue. En de Small biedt net wat meer comfort door zijn wrijdbare onderstel en hogere base, waardoor de temperatuur iets makkelijker te regelen is. Vanaf het medium formaat worden de mogelijkheden net wat groter. Er zijn meer accessoires beschikbaar en ook je kookruimte is met 38 centimeter net wat uitgebreider. Zoals je ziet, een mooi stuk vlees indirect garen gaat echt heel mooi. Alleen wil je een volledige maaltijd gaan maken, ja, dan wordt het toch vrij lastig. Als je hier een skilletje bij wil plaatsen, dan kom je echt ruimte tekort. En heb je een maatje groter nodig. En een Dutch oven, dat past helaas ook niet. En dit geldt trouwens ook voor de kleinere modellen die we hiervoor behandeld hebben. De Big Green Egg Large, ons toch wel meest populaire formaat. Met zijn 46 centimeter rooster doorsnede kun je ook aan de slag met het multilevel systeem. En hier vertel ik je straks meer over als we hem gaan gebruiken. En voor de Large zijn ook verreweg de meeste accessoires beschikbaar. En komen er nieuwe accessoires op de markt, dan is altijd de Large als eerste aan de beurt. Voor zowel de Large als de Extra Large zijn eigenlijk dezelfde accessoires beschikbaar. Alleen de vormgeving is net wat anders. De Large is, net als zijn voorgangers, net wat langer. En de Extra Large is korter en dikker. Met zijn 61 centimeter doorsnee rooster zijn de mogelijkheden eindeloos. Dan kun je er een skillet op leggen, een Dutch oven en heb je nog plek om een mooi stuk vlees indirect te garen. De meeste barbecue fanaten zullen voldoende hebben aan de Large. Hiervoor zijn veel accessoires voor beschikbaar en je kan met gemak een complete maaltijd in één keer bereiden. Het is niet voor niks het meest populaire formaat in ons assortiment. We maken een mooie bavette rollade en hiermee kan ik optimaal gebruik maken van het expander systeem. En het expander systeem is eigenlijk het multilevel systeem van Big Green Egg. Wil je nou weten hoe deze bavette rollade tot in detail in elkaar gezet moet worden? Kijk dan naar de video van mijn collega Jurre die je exact uitlegt hoe je deze mooie rollade zelf thuis kan maken. Ik heb hier mijn Convector Basket en de Convector Basket is eigenlijk de basis van het multilevel systeem van Big Green Egg. Wat Big Green Egg het expander systeem noemt. En zoals de naam het al doet vermoeden, kun je door middel van dit systeem eigenlijk koken op meerdere niveaus, zoals we vandaag ook gaan doen. Maar uiteraard kun je deze Convector Basket ook gebruiken voor talloze andere accessoires, maar daarover later meer. De opstelling die ik vandaag ga gebruiken is de half indirect, half direct systeem. Daarvoor ga ik beginnen met een halve convectorsteen. Dit is eigenlijk een hitteschild die ervoor zorgt dat de hitte van mijn kolen niet direct naar mijn
rooster kunnen. En hierboven ga ik een RVS rooster plaatsen. Zo heb ik eigenlijk van de helft van mijn Big Green Egg een oven gecreëerd. En van de andere helft maak ik een directe grill met het gietijzeren rooster. En hierdoor kan ik dus eigenlijk eerst mijn vlees lekker hard aangrillen. En vervolgens indirect rustig door laten garen. Of uiteraard andersom, dat je hem eerst rustig op temperatuur laat komen en daarna nog even keihard op het gietijzer kan afgrillen. De methode die ik vandaag ga toepassen op de bavetrollade is eigenlijk de reverse sear techniek. Dat houdt in dat je hem eerst indirect rustig op temperatuur laat komen en daarna een mooie korst gaat geven door hem direct af te grillen op het gietijzer. De Big Green Egg staat inmiddels een minuutje of 20 aan. Hij staat op 220 graden. Ik ga nu mijn opstelling erin zetten. Dan zal de temperatuur ongeveer een graad of 50 zakken. En op het moment dat hij op 180 graden staat, gaat mijn bavetrollade indirect erop. De Big Green Egg is mooi op temperatuur en dan ga ik hem nu indirect wegleggen. Kan hij rustig nog even garen. Optioneel is om op dit stadium eventueel wat rookhout toe te voegen voor wat extra rooksflavors. Maar ik ga hem vandaag puur natuur houden. Heb je nu interesse in een Big Green Egg of een van de accessoires? Kun je hem altijd natuurlijk komen bekijken in een van onze showrooms of bij ons gezellig een workshop komen volgen. We hebben de Big Green Egg Experience, waarin je 5 lekkere gerechten gaat maken onder begeleiding van mij of een van mijn collega's. En waarin je de Big Green Egg van voor tot achter leert kennen. Ben je er nou nog niet aan uit welk merk dat je wil aanschaffen? Kom dan naar de Kamado Experience. En daarin staan alle Kamado's opgesteld en kun je ze allemaal uittesten tijdens de workshop. Big Green Egg heeft een supergroot assortiment aan accessoires, zoals deze systemen voor in je barbecue. Tangen, borstels, lampjes, zodat je ook straks lekker kan barbecuen. En natuurlijk toffe fan-items zoals deze muts. De Big Green Egg komt op het moment dat je hem aanschaft standaard met dit RVS-rooster. Dus prima om op te grillen, maar wil je nou echt lekker grillen, adviseren we altijd een volledig gietijzeren rooster. Deze heeft dikkere spijlen, houdt beter zijn warmte vast en kun je een nog mooier grillresultaat creëren. Ik heb zojuist mijn bavetrollade gemaakt met het expander systeem met een half direct, half indirecte opstelling. De convector basket, dat is eigenlijk de basis van het convector systeem, ofwel multilevel systeem. En daarin kun je eigenlijk een tal van accessoires in kwijt, zoals de convector. En de convector gebruik je eigenlijk net als de halve maand convector steen, om te zorgen dat jouw Big Green Egg omgetoverd wordt van een grill tot een oven. In combinatie met een volledig RVS rooster kun jij met deze opstelling bijvoorbeeld een mooie brisket garen, sperrips en natuurlijk pulled pork. Deze opstelling is niet alleen geschikt voor lage temperaturen, maar ook zeker voor hoge temperaturen. Deze opstelling in combinatie met de pizzasteen zal ervoor zorgen dat je Big Green Egg wordt omgetoverd tot de perfecte pizza oven. Omdat die steen zo ontzettend heet wordt, omdat die van hetzelfde keramiek is gemaakt als de buitenkant, krijg je een perfect krokante bodem. En door de stralingswarmte van boven zullen je toppings super mooi gaar worden. Ga je nou een keer voor een groot gezelschap koken en kom je op dit rooster net wat ruimte tekort, kun je die ruimte eenvoudig vergroten door het multilevel rack van Big Green Egg. Door eenvoudig deze grillverhoger te plaatsen, kun je dus op 2 niveaus tegelijk jouw product garen. In de lege convector baskets kun je door middel van deze binnenring heel eenvoudig een wok plaatsen. Deze wok staat zoals je ziet bijna tegen de houtskool aan en door de hoge temperaturen kun jij een perfect roerbakgerecht maken. Dit is maar een kleine greep uit het grote assortiment aan accessoires wat Big Green Egg heeft. Daarnaast zijn ze ook actief bezig met het doorontwikkelen van nieuwe accessoires. Zo komt er binnenkort een eigen spit op de markt en een hele mooie pizza oven. En de temperatuur, de kerntemperatuur van mijn bavetrollade staat mooi op 48 graden. Dan is het nu tijd om hem mooi af te grillen en daarvoor komt de andere helft van ons multilevel systeem goed van pas. Daarin heb ik een gietijzer rooster gelegd die mooi op temperatuur is. We gaan de temperatuur van de Kamado iets wat opschroeven. Dus ik zet hem zowel aan de onderkant als aan de bovenkant een stuk verder open. Tot een temperatuur van 220 graden. En dan ga ik hem daarna keihard afgrillen voor een mooi korstje aan de buitenkant. De Big Green Egg staat op 230 graden, tijd om hem mooi af te grillen. Hij is mooi afgegrild, daardoor een mooie krokante korst gekregen. En zoals je ziet is door de reverse sear techniek de cuisson aan de binnenkant super mooi egaal. Door het dikke dubbelwandige keramiek en het feit dat we hem langzaam op temperatuur hebben laten komen, gaat er weinig vocht verloren en heb je een super mooi mals en sappig eindresultaat. Een topgerecht, heel eenvoudig en super veel smaak. Wat vinden we nou zo top aan de Big Green Egg? Een veelgestelde vraag is of dat Big Green Egg die hogere prijzen nou daadwerkelijk waard is. Wij vinden zeker van wel. De prijs-kwaliteit verhouding van deze Kamado is gewoon heel goed. Ja, hij is wat duurder dan de overige merken, maar je krijgt er dan ook een hoop voor terug. Wat merken wij hiervan in de praktijk? De kwaliteit van de keramiek is ongeëvenaard. Hierdoor gaat het instellen van de temperatuur en het beheersen van de temperatuur eigenlijk heel eenvoudig.
We doen vaak testjes op het moment dat wij in onze workshopruimte alle merken naast elkaar hebben draaien. Dan gaan we van 0 naar 200, terug naar 150 en vervolgens weer terug naar 250. En je merkt dat Big Green Egg dit het snelste en het meest stabiel doet van alle andere merken. Daarna zorgt het keramiek, wat in samenwerking met de NASA is ontwikkeld, ervoor dat jouw vlees tijdens de bereiding mooi mals en sappig wordt. De mogelijkheden zijn eindeloos. Je kan er vlees op maken, vis, groenten, schaalschelpdieren. Je kan er een pizzaatje op bakken en natuurlijk een heerlijk brood. Deze barbecue is eigenlijk een complete buitenkeuken. Het regelen van de temperatuur draagt in hoge mate bij aan het gebruiksgemak van Big Green Egg. Iets wat er ook aan bijdraagt is de doordachtheid van de accessoires en het gebruiksgemak hiervan. Je merkt gewoon dat er goed is nagedacht over de ontwikkeling van bepaalde accessoires. Sommige accessoires hebben een dubbele functie en werken vervolgens heel lekker samen met elkaar. Ook hier komt de hoge kwaliteit van Big Green Egg weer goed naar voren. De service en garantie bij Big Green Egg is echt fantastisch. Je hebt levenslang garantie op je keramiek en mocht er iets mee aan de hand zijn, kun je gewoon met ons schakelen. Wij handelen de garantie volledig voor je af. Daarnaast valt het aantal garantiegevalletjes bij Big Green Egg erg mee. Bij service kun je ook denken aan het hebben van een stabiele supply chain en de aanvoer van producten. Doordat Big Green Egg al bijna 50 jaar bestaat, hebben ze hierin veel kunnen investeren met eigen fabrieken en routes. Hier merk je als consument niet superveel van, totdat het misgaat en je product ineens niet meer leverbaar is. Bijvoorbeeld tijdens de coronapandemie hebben we hier veel van gemerkt. Big Green Egg was eigenlijk bijna altijd volledig leverbaar. Sinds het begin hanteert Big Green Egg dezelfde maatvoering. Hierdoor passen nieuwe accessoires altijd op jouw Kamado. Er zijn altijd wel verbeterpunten en zo ook voor Big Green Egg. Allereerst vinden we het jammer dat je een kale barbecue koopt. Je koopt een barbecue met enkel een RVS rooster. Alle overige accessoires en systemen moet je er los bij kopen. Waar je deze systemen en accessoires bij overige merken wel meegeleverd krijgt. De prijs blijft ook een gevoelig puntje bij Big Green Egg. Je betaalt nu eenmaal voor een Big Green Egg net iets meer dan voor de overige merken. Daarnaast zijn de accessoires bij de concurrenten ook net iets goedkoper. Wel krijg je daar de zekerheid van kwaliteit voor terug en aan kwaliteit bij Big Green Egg geen gebrek. Temperatuursbeheersing, garantie en materialen zijn bij Big Green Egg dik in orde. Big Green Egg heeft zoveel accessoires, te veel om op te noemen en zeker te veel om te behandelen in één video. We hebben een aantal handige essential packs samengesteld met ideale accessoires voor jouw Big Green Egg. De link daarvan vind je beneden in de beschrijving. Zo, dat was een hoop informatie. Ik hoop dat ik je goed op weg heb kunnen helpen in je zoektocht naar een Big Green Egg. Mocht je toch nog meer advies of informatie willen, zowel in onze showrooms als online, helpen we je graag verder. Bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je dit nou een leuke en behulpzame video? Geef ons dan een duimpje omhoog en laat een leuke reactie achter hier beneden in de comments. Vergeet je ook vooral niet te abonneren op ons YouTube kanaal en zet dan vooral het belletje aan. Wil je nou nog meer video's zien? Klik dan hier.